Daily Minutes nummer 1576 met een uitzending voor vandaag 15 maart 2019. Dit is het bulletin van vrijdag. Ik ben alweer wat aan de late kant, maar ik heb aan deze uitzending ook meer tijd besteed dan aan welke uitzending van de afgelopen twee weken ook. Dus er zit weer wat nieuwe content in. Vandaag heb ik op het eind van de uitzending ook nog data. Die is ook nieuw in de vorm van het RTTY-bulletin van de VRZA van afgelopen zaterdag. Die wordt uitgezonden in PSKR 63 met 20 carriers. En met de Reed Solomon code ervoor om het automatisch te laten schakelen. Maar ik begin, voordat ik met de data begin, met een speciaal om Jurgen te plagen eigenlijk een beetje. Met een extra groot formaat foto in PD 290. Groter gaat er niet in SSTV. Van twee mooie meiden die in de open lucht gebodypaint worden. Ik ga zelf in elk geval eens kijken of ik die met Robot 36 kan decoderen. Ja, ik heb verder behalve weer een aflevering over uit de serie over repeaters. Maar één onderwerp, en dat is in de VS wordt gesproken over twee wijzigingsvoorstellen voor amateurlicenties daar. De FCC heeft een voorstel daartoe voor commentaar naar de amateurvereniging ARRL gestuurd. Het ene voorstel is een uitbreiding voor de laagste machtigingsklasse met 3 extra gedeeltes voor telefonie plus RTTY op HF en 4 extra gedeeltes ook op HF voor digitale modus. De amateurs krijgen nu 30 dagen om op de voorstellen te reageren. Het voorstel voor deze uitbreiding van de mogelijkheden voor novus, die komt van de ARRL. Het doel is de vergunning nog aantrekkelijker te maken voor mensen die overwegen het zendexamen te gaan doen. In de VS lopen de cijfers trouwens voor de zendhobby sterk op. Hè? Elk jaar 15-20% erbij. Novus licenties, de zogenaamde technicians license, mogen in de VS maximaal 200 watt zendvermogen gebruiken op HF. En tot 1500 watt op de banden van 50 MHz en hoger. Het tweede voorstel behelst een geheel nieuwe machtigingsklasse, de Tyro-klasse. Tyro komt uit het Grieks en betekent nieuwe recruit. Voor deze Tyro-klasse, als deze doorgaat, hoef je niet meer naar een examenzaal. De toelating hiervoor die bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een minimaal online zendexamen. En het tweede deel bestaat uit een periode mentoring door iemand met een novus, CQ, technician class licentie of hoger. Wat ik van het voorstel begrijp is dat de mensen met zo'n super eenvoudige Tyro-licentie de beschikking krijgen over 99 kanalen in het 12,5 kc raster op 70 cm in FM. In het bandje zijn repeaters toegestaan en die repeaters mogen de signalen van de Tyro-amateurs ook naar andere frequenties buiten het Tyro-frequentiegebied doorreleren. Veel repeaters in de VS hebben 2 meter en 70 cm gekoppeld bijvoorbeeld. Hè. In 1974 is er al een keer een vergelijkbaar voorstel geweest. Echter werd toen de 220 MHz band aanbevolen. Als ik me niet vergis was die amateurband toen door de commercie bedreigd en was de extra activiteit door beginners toen vooral ook bedoeld als wapen om de activiteit op die altijd stille 220 MHz te vergroten. De huidige technicians licentie in de VS is overigens vergelijkbaar met de huidige foundations license in het Verenigd Koninkrijk. Voor beide beginnersmachtigingen worden cursussen gehouden Voor beide beginnersmachtigingen worden eendags cursussen gehouden, ja let wel, één dag, waar je zonder technische voorkennis aan deel kunt nemen en dan het examen kunt halen. De foundations license in Australië is overigens nog eenvoudiger. Die laatste geeft rechten tot de meeste amateurbanden zonder digitale modus en met maximaal 5 watt zendvermogen. De voorgestelde nieuwe vergunningen in de VS geven dus nog een lagere drempel dan de foundations in Australië. Zonder daar een waardeoordeel aan te geven, ik gun iedereen zijn vergunning. Als je kijkt bijvoorbeeld op de fora of via Echolink waar de Australische novices over praten, dan gaat het vaak over basale dingen die hier in de stof voor de N-registratie te vinden is. Bijvoorbeeld over de werking van de AGC in een ontvanger en wat is een superheterodyne of zeer basale kennis over antennes. Ja, dit is deel 8 van de serie over repeatertechniek. Vandaag gaan we het hebben over softwarecontrollers en over verschillende netwerken om analoge repeaters te koppelen. Er bestaan software repeatercontrollers voor op een PC zonder netwerkfunctionaliteit, dus zonder dat je aan Echolink of aan een ander systeem kunt koppelen. Een voorbeeld daarvan is de analoge repeatersoftware specifiek op de Britse situatie hier toegespitst, die GVKLX met zijn software voor digitale spraakrepeaters meelevert. Dat soort controllers functioneert niet wezenlijk anders dan andere controllers. Het geluid dat gerelieerd wordt kan digitaal via de software verwerkt worden. Het hoeft echter niet per se in dit geval. Het kan ook rechtstreeks analoog worden weergegeven, waarbij de door de software gegenereerde geluiden, als bijvoorbeeld een koolgever en een rotjepiep of wat anders, analoog op de repeater worden ingekoppeld.
Bij software met netwerkfunctionaliteit wordt het gesproken geluid doorgaans wel gedigitaliseerd, omdat er dan toch al een digitaliseringsslag in zit om het signaal aan het digitale netwerk door te geven. Een van de eerste systemen, mogelijk was het eerste, dat weet ik niet zeker, om repeaters via VoIP met elkaar te koppelen, dat is IRLP. Dat staat voor Internet Radio Linking Project. IRLP is een closed source project waarmee nodes bestaan uit een alleen daarvoor gebruikte PC met een interface en speciale software onder Linux worden gebruikt. IRLP heeft in tegenstelling tot Echolink als principe dat alleen de repeaters op het netwerk kunnen. Niet de gebruikers dus. Het motto van het netwerk is Keeping the Radio in Amateur Radio. Behoud de radio in de amateurhobby. In tegenstelling tot bij Echolink is dus door dat principe bij IRLP het niet mogelijk dat individuele amateurs van het netwerk gebruik maken. Dat kan alleen met een zendontvanger via een repeater. Daarmee heeft het systeem dus ook niet een database nodig van gebruikers die zo groot is als dat bijvoorbeeld bij Echolink het geval is. Verbinden van een repeater met een andere repeater via dit netwerk gaat net als bij andere systemen door middel van DTMF tonen. Nodes hebben hiervoor 4 cijfers, minder dan het standaardnummer dus dat bij Echolink gebruikt wordt. En net als bij Echolink kun je wel een lijst van ingelogde stations op IRLP vinden. Dat wil zeggen op internet. IRLP werkt van node naar node met een enkelvoudige verbinding dus. Om ervoor te zorgen dat je toch meer dan 2 nodes aan elkaar kunt koppelen zijn er zogenaamde reflectors bedacht. Stukken software waar dus meer dan 2 nodes aan kunnen koppelen. Het concept van deze reflectors bij IRLP is later bij de eerste D-Star-netwerken waarmee repeaters kunnen koppelen overgenomen, inclusief het woord reflector. Dit is bij IRLP dus wezenlijk anders dan bij Echolink, waar het mogelijk is dat meerdere stations of repeaters tegelijk aan een repeater kunnen koppelen. Reflectors bij IRLP hebben meestal 10 kanalen, tenminste de nieuwe versie van de reflectors. Ook hebben de reflectors bij IRLP 4 cijfers. De eerste 3 daarvan die geven aan bij een reflector om welke reflector het gaat. Het 4e cijfer geeft aan welk van de 10 kanalen van die reflector gebruikt wordt. IRLP is in november 1997 voor het eerst geïntroduceerd door de maker Victor Echo 7 Lima Tango Delta in Canada. In eerste instantie onder Windows, maar al snel werd Linux het huisbesturingssysteem voor IRLP. IRLP wordt nog steeds gebruikt, hoewel het in Nederland niet zo'n heel bekend systeem is. Ook bij de systemen om repeaters aan elkaar te koppelen zijn de verschillen in techniek tussen analoge systemen en systemen voor digitale spraak, net als bij de opzet van de repeaters, niet zo groot. Wel is het gebruik bij digitale spraak anders. Dit is echter geen technische, maar meer een kwestie van cultuur of van gewoonte. Repeaters voor digitale spraak zijn in de meeste landen standaard op een infrastructuur gekoppeld. Dus een infrastructuur via hun netwerk. Bij de ene modulatiesoort heet dat net als bij IRLP een reflector. Bij een andere mode heet dat een room, een kamer of weer bij een andere een talkgroep. Een praatgroep dus eigenlijk. Vertaling die mij altijd associaties geeft met het praathuis bij de Fabeltjeskrant. Ik weet ook niet waarom. Veel meer dan bij analoog hebben die koppelingen een min of meer permanent karakter en er wordt ook enigszins anders tegen de koppelingen aangekeken. Bij digitale spraak zijn dat soort verbindingen onder de gebruikers ook meer geaccepteerd. Ook bij digitale spraak is het mogelijk om net als bij Echolink, maar anders dan bij IRLP, als persoon, zonder zender dus op het netwerk te koppelen en op die manier via een computer of een smartphone aan de gesprekken deel te nemen. Waar je bij Echolink nog wel eens kritiek hoort op het feit dat 2 stations via Echolink met elkaar praten, terwijl ze via de ether te horen zijn, bij digitale sprake is daar geen spoor van kritiek over te bespeuren. Het softwarepakket SVX-Link, dat ook door PI2NOS gebruikt wordt, heeft iets dat Echolink en ook de netwerksoftware voor digitale sprake niet heeft. Het koppelen van repeaters kan met die software niet alleen via het Echolink-systeem, het is ook mogelijk om voor meer permanente koppelingen een ander systeem te gebruiken. De onderlinge repeaters en ontvangers van PI2NOS zijn op die manier met elkaar verbonden. Dat eigen systeem binnen deze software is stabieler en heeft ook een betere geluidskwaliteit. Ook deze uitzending wordt via dat systeem op het repeatersysteem ingekoppeld trouwens. Volgende aflevering gaan we verder in op andere systemen voor het koppelen van repeaters. Ook gaan we in op verschillende soorten software die er voor Echolink zijn. Er zijn voor het koppelen van amateurrepeaters verder systemen in gebruik die speciaal voor zendamateurs bedoeld zijn, zoals IRLP, Echolink en AllStarNet. Er zijn echter ook systemen die oorspronkelijk zijn bedacht voor niet-amateurgebruik, zoals bepaalde professionele systemen en het door de Nederlandse amateur PA7 FRN bedachte Free Radio Network. Er worden voor amateurrepeaters echter ook niet voor zenders bestemde systemen gebruikt, zoals TeamSpeak, dat zijn rol oorspronkelijk in de gamerswereld heeft, en het telefoonprogramma Skype.
Sterk in opkomst is met name in het Nederlandse taaldomein het systeem Zello, hoewel ik niet weet of dat ook al voor repeaters wordt gebruikt. Lastig bij die niet-amateursystemen is waar Echolink zijn sterke punt heeft. Hoe voorkom je dat niet-amateurs vanaf een computer via het netwerk van de amateurrepeaters gebruik kunnen maken? Dat laatste is waar we de volgende keer mee beginnen. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Thank you.
En microfoon naar de tour.